Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een speciale aflevering. Ik heb namelijk een keertje gelivestreamd en het leek me leuk om gewoon eens even de Xbox versie van Minecraft te laten zien. Want daarin maak ik samen met mijn nichtje een survival wereld. En we zijn eigenlijk een huisje begonnen en hoe dat ongeveer verder wordt gebouwd en hoe dat eruit ziet, dat zie je dus in deze speciale aflevering na het intro. Hallo leuke mensen, leuk dat je kijkt naar deze aparte speciale video van deze eigenlijk een beetje eerste livestream. Normaal Twitch, ik doe nooit livestream op Twitch, maar dit keer doe ik het dus wel en ik neem het dus gelijkertijd op. Dus je ziet het ook gelijk op mijn YouTube kanaal nu, waar je nu naar kijkt. En ja, we gaan eens even kijken, Minecraft Xbox 360 editie. Ik heb namelijk een level gemaakt, een survival met mijn nichtje samen. Mijn nichtje is het denk ik niet, of ze kon misschien zo joinen. Ik ga gewoon eens even kijken wat we hebben. Loading spawnery. Ja, ik doe even mijn raam dicht. Moment. A whole new world. La 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 la. Wat heb je als je binnen gaat gamen, dan wat wil je niet? Met het weer. Met het warme weer. Heerlijk, een ventilatortje op me. Dat is altijd fijn. Nou, hier zijn, ik heb wat hondjes. Ik heb nou alle achievements gehaald ook, hè. Moment, kijk. Ik laat zien. 400 achievements. En er zitten hele rare dingen bij, zoals befriend 5 wolves, dat kennen we wel, denk ik. Construct a nether portal. Travel my minecart. Dus het zijn echt. Dit is serieus echt een pittig achievement. Je moet zeg maar vanaf je spawn point moet je 500 blokken in een single direction. En ja, ik was zo noob. Hallo lieve hond. Ik was zo noob geweest om. We hadden in de mijn hadden we een mineshaft gevonden. Daar zo beneden. Hé, een pushy. Hier zo, hier beneden. Ik zal niet te ver naar beneden gaan. En als we hier naar boven gaan, heb ik. Oh, hier via het trappetje. Ik kan gewoon via het trappetje. Ga je naar boven. 500 blok. Kijk, en dan komen we hier bovenaan. En loop je hierheen. Kijk. Het wordt donker, dus ik moet zo een tukkie doen. Want ja, het is natuurlijk survival. Het is heel raar survival op de Xbox 360, weet je wel. En er zitten meer mensen in de chat. Koen Smeets en Xander. Hallo mensen. Kijk, hier was ik zo noob geweest om gewoon. Ja, ik had een minecart. Ik kan het wel even laten zien. Het nadeel is dat het nu wel donker wordt en ik wel bang voor mensen en creepers. Ik heb ook niet full armor, zeg maar. Ik moet nog diamonds zoeken. Maar deze gaat 500 blokken verder weg. Dus dat is ongelooflijk. Daar heb ik echt veel tijd aan besteed. Kijk, hier ook kool en zo. Ja, we hebben best wel genoeg kool, hoor. We hebben echt een hele voorraad. Het ziet er mooi uit binnen, hoor. Ik heb het echt netjes gedaan. Ik had het ladder omdat we koeien hadden, dus ik heb wat itemframes gemaakt. En zo, ik leer serieus via de Xbox-versie, leer ik gewoon Minecraft nog beter kennen. Dus wat je allemaal kan en wat je allemaal kan craften en zo. Nou ja, ik laat wel even de belangrijke chest zien. Dus de belangrijke Vincent chest. Nou, als je ziet, hebben we aardig wat items al gevonden. We hebben ook wat diamanten, maar die zitten geloof ik in een andere kist, of hebben we ze niet meer? Zitten ze hier niet in diamanten? Ja, het is een andere texture pack, hè? Oh, hier zitten diamanten. 3 diamanten. Hebben we nog. Of diamonds, hoe je het moet zeggen. Ik gooi deze er ook weer in. En wat een herrie hier, hè? Ik zet het geluid nog een beetje zachter. Ik plaats even mijn dirt in de dirt chest. Want ik wil een beetje leeg beginnen, een lege inventory. Mine is altijd leuk. Kool. Ik wil misschien wat kool nog gaan zoeken. Ja, een hakbel. Ja, op zich hebben we dat niet echt nodig. Maar ik neem het gewoon mee. Mochten we mijn shaft vinden of zo, dan kan ik misschien wat hout meenemen. Ik pak even de wapens. We hebben wel mooie dingetjes. Stone pickaxes wil ik eerst opmaken. We hebben al wat iron pickaxes. Maar deze is trouwens heel goed. Met silk touches die. Ik ben echt een noob in survival. Daarom vind ik het fantastisch om dit te doen. En verslavend. Ik ben eigenlijk heel erg veel bezig met deze map. En ja, dat zou je niet verwachten. Ik wil eigenlijk mijn huis gaan opknappen ook. Ja, dat is een moeilijke keus. Of we gaan het huis opknappen of we gaan minen. Ik denk dat ik even in de comments ga afwachten wat jullie ervan vinden. Wat jullie willen dat ik ga doen. Dus jullie plaatsen in de comments hier zo in de livestream wat jullie willen zien. Dus of jullie willen dat ik mijn huis ga opknappen of dat ik moet gaan minen. Het kan later aankomen. Natuurlijk kan het een livestream is het altijd. Komt het altijd wat later aan. Dus en hier is trouwens een balkonnetje hier zo. Dan kan je naar boven toe. Dit moet ik ook nog even uitminen hier. Ik begin maar vast even tegelijkertijd. Ik zie hier iemand al huis opknappen. Dus iemand zegt dat we de huis moeten opknappen. Ik ben benieuwd of er meer mensen reacties hebben.
Ik begin al een beetje met huis opknappen nu. Maar als de mensen zeggen, ja, je moet gaan mijnen vinden, je moet toch een beetje meer gaan zoeken. Ja, het was leuk. We begonnen zeg maar met... Mark, iets met redstone. Ja, dat kan ik niet goed. Nee, hoor, dat... We begonnen, ik had een hele mooie naam ingevuld. En toen spawnden we eigenlijk naast een grot. En in die grot zat een spider spawner. En toen heb ik dat kapot gemaakt. Omdat, ja, ik wou daar gewoon gaan wonen. En toen begonnen we met het uithollen van die grot. En we hebben eigenlijk wat je allemaal ziet en zo. Dat is eigenlijk allemaal... Ja, hoe zeg je dat? Dit is allemaal gemijnd wat je hier ziet. Alles is gemijnd. En daar wil ik een plafondetje erop maken. Dus daar heb ik wat bomen geplaatst achterin. Oh, shit. Mijn toortje is weg. Je moet altijd toortjes hebben. Weet je waarom? Omdat er anders van die beesten komen. Vorige keer zat er ook skelet in mijn huis en zo. Ik had zoiets van, waarom doe je dit? Waarom doe je dit mij dit aan? Oh, hier zit ook een gat. Oh, je kan gelijk naar buiten kijken. Mooi, dan kunnen we daar een raampje maken. Altijd schattig, hè, als je een raampje hebt, joh. Sowieso, dan moeten we zand, moeten we iets met zand doen, geloof ik. En volgens mij hebben we wel wat zand. Kaylee was wel grappig. Kaylee, mijn nichtje, die doet mee met mij samen in die game. En wel, ik had van die honden, had ik die wolven, had ik eigenlijk een hondje gemaakt. En toen op een gegeven moment liepen ze alleen met de grommen naar haar als ze in bed lag. Dus dat was wel echt, ja, dat vind ik wel mooi. Ja, jongens. Het is toch wat, Minecraft op de Xbox. Het is even wennen. Dat zeker weten. Altijd wennen, zoiets. Dat was voor mij ook wennen. Vooral de controls, als ik iets ging bouwen. We hadden creative mode. En in creative mode moest ik dan iets bouwen. Nou, echt serieus. Weet je hoe lang ik erover deed? Dat was gewoon niet gezond. Dat duurde echt heel lang. A whole new world. Ik heb bijna alle Pixar films, mensen. Misschien leuk om te weten. Ik moet alleen de film Brave nog. Brave is de eerste vrouwelijke hoofdrolspeler in een Pixar film. Dat is echt zo. Dat kan je opzoeken als je wil. Ik loop nou gewoon een stuk van mijn huis. Maakt niet uit. We moeten het huis mooi maken. Dus dan vind ik zoiets van, ja, YOLO, we slopen gewoon de boel. En we maken er gewoon iets heel vets van. En dan doen we gewoon dat je in het huis naar de ladder kan. Wat een goed idee, Vince. Gewoon een zolder maken. Hey. Ik ga zand halen. Ik maak dit gelijk kapot. Dan neem ik toch gelijk mee. Zo. Hoppakee. Zelfs Mossy Stone staat hier nog, hè. Mossy Stone Brick of iets. Ik dacht altijd vroeger trouwens dat als je de honden geen eten gaf, dat ze dood gingen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, dat is niet zo. Ik ga het zand pakken. Misschien heeft Kaylee trouwens nog een glas in de chest. Even kijken. Heeft Kaylee glas? Nee, Kaylee heeft geen glas. Ze heeft allemaal soepen. Soepjes. Ze maakt altijd een beetje de lekkernij, hè? Zand, 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 zand. Of glas, liefst glas. Dirt chest, hebben we hier? Ja, we hebben zand. Ik neem hem mee. Ik gooi het in onze steenoven. Onze handige steenoven. Hier, hoppakee. Ga maar lekker. Ik kan het ook zo doen, wacht even. Kijk, pak ik er gewoon een helft van. En doe ik dan daarin. Zo. Hoppakee. Kijk, er komt al een glasblok. Mooi hoor. Ik kan een glas door de midden doen. Maar ik denk dat dit beter is. Want hier hebben we ook al dik glas. Ha, la, 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 la. En 13 mensen kijken naar de livestream. Hartelijk welkom mensen. Op deze warme, warme dag. Het is toch best warm. Toch? Ik vind van wel. Zo, een beetje verlichten. Ik pak nog even wat hout. Wat voor hout hebben we daar gebruikt? Ik geloof dat dit ook wood is. Dus ik pak nog even wat oak wood. Ik heb genoeg oak wood. Zo. Zo. Die kan ik wel even daar plaatsen. En die kan ik wel daar plaatsen. Zo. En dan kijk ik even voor glas. Hebben we al wat glas? Ik wacht wel even rustig op dat glas. Ik hoop niet dat jullie last hebben van die beesten. Van die dieren. Van die stomme koeien. Zo. Beetje laag plafond, ik weet het. Maar dat maakt het wel knus en gezellig. En dit was dan jungle wood, zeg maar. Dit wordt ook allemaal jungle wood. Het gaat helemaal door tot daar. Ik moet eigenlijk een schopje maken, ik weet het. Zo. En kool hebben we gevonden. Ik sloop het gelijk. Ik neem het gelijk mee. Oh, er komt gelijk gravel. Er komt heel veel gravel, joh. Zo.
Nou, daar doen we natuurlijk een trucje bij. Dat kan ook gewoon op de Xbox. Het is niet zo dat het een hele andere versie is dat je gelijk niks meer kan. Zo, dit ging sneller. Dat kennen jullie wel, hè, dat trucje. Ja, tuurlijk. Als jullie dat niet kunnen, dan weet ik het ook niet meer. Wat moest ik halen? Junglewood? Ja? Ik ga nou even Junglewood halen. Dat hebben we vast ook nog wel ergens. En weet je wel, dat Junglewood, dat hebben we eigenlijk best wel veel. Omdat, kijk, zeg maar, aan die kant staat natuurlijk een jungle biome, hier zo. Nou, daarachter is zeg maar swamp en daarachter is sneeuw. En daarachter is gewoon de normale biome. Ik weet even niet de naam ervan. Maar in ieder geval, we hebben echt alles om ons heen. Dus dat is wel echt veel fijn. Daarom, het is gewoon de perfecte plek om een huisje te bouwen. Daardoor dat ik dit allemaal moet uitmijnen. Zo. Dan gaan we helemaal naar achter toe. Oh, is het een gat? Oh, ja. Oh, dit is de wc. Beneden is de wc. Ik ken die al de wc gemaakt. Want mijn nichtje, die zei, mijn nichtje is 11 jaar. En die, ja, is een schat van een meisje. En ja, op een gegeven moment, toen zei ze ook van, als je gehurkt loopt, dus zeg maar, ja, dit zeg maar, dit is mijn poppetje trouwens. Als je dit, als je zo loopt, dan moet je, lijkt net of je naar de wc moet. Ja, dat is echt, het is heel ver gezocht. Maar toen dacht ze van, nou, laat ik me eens een wc maken. Oké. En sowieso moet een huis wel een wc hebben, weet je wel. Je gaat niet op de grond poepen. De Junglewood. Dat zou zonde zijn, op de Junglewood poepen. Zo, ik maak hier jungle wood. Wood. En dat gaan we door laten gaan. Dat laten we doorgaan, dat is een beter Nederlands. Ik wil het gewoon even allemaal slopen, maar ik moet echt een schopje maken. Ik schop het niet ver zo. Ik ga gewoon een schopje maken. Doe ik wel van ook. Nou, dat is leuk. Dan maken we dus sticky. Zo. En dan gaan we naar de wapens en dan kies ik dus een schep. Nou, ik maak hem dus niet van iron, want dat vind ik eigenlijk zonde. Maar het beste is om het wel te doen. Dus ik pak even snel een iron. Gewoon, we hebben toch bijna een stack, dus het is niet dat ik zoveel heb. Zo. En we gaan naar de wapens en dan maak ik hier een iron shovel. Ik maak er gewoon twee, voor de zekerheid, weet je wel. Zo. En die, nou, die kan ook wel even opzij, zo. Ja, ik heb altijd te weinig plek onderin. Maar komt natuurlijk omdat ik ook die onnodige core heb staan daar, weet je wel. Het slaat ook nergens op. Kijk, hier. Dit gaat sneller. Dit gaat veel beter. Dit hol ik helemaal uit. Want ja, het grote gedeelte van deze berg is natuurlijk gewoon dirt met stoombrik. Of met cobblestone. En ik wil dat eigenlijk allemaal weg hebben, dat dirt. Ik vind het er eigenlijk niet uitzien. Het moet eigenlijk geen berg worden, maar een huis. En ook geen huis in een berg. Nee, het moet gewoon echt een compleet huis worden. Wordt weer donker dadelijk. Kijk, je kan het zien. Ik ga dadelijk wel op een afstand staan. Dat dirt mag allemaal weg. Dat hier zo. Dat ziet er niet uit. Weg! Kom op. Zo. Ja. Ik geloof dat Giovanni, die heeft ook dit gekocht. Of die heeft ook Minecraft gekocht. Voor mij voor de Xbox. Als ik het verkeerd heb, moet hij het even een keer zeggen tegen mij persoonlijk. Maar, kijk hoor. Nou, dat is wel leuk dat het balkonnetje tot daar loopt. En dan moet ik even kijken tot hoe ver die hier loopt. Want ik vind het wel leuk als mensen gewoon kunnen loeren vanaf naar buiten toe. Zo. Dus dan wil ik dit ook slopen. Die koeien ook. Zo, en nu gaan we even een tukje doen. Want het is weer hoogstens tijd om te gaan tukken. Het gaat zo snel. Een dag is zo snel voorbij in Minecraft. Vooral als je lekker bezig bent. Dan gaat het echt snel. Oh, het heet nog Disneycraft Opening. Waarom heet het opening? Deze livestream heet Disneycraft opening. Ik ben helemaal vergeten om dat weg te doen. Sorry. Nou, dan moeten we maar overheen kijken dan. Dit is ook gewoon een exclusieve livestream. Volgende keer ga ik het wel wat eerder aankondigen. Reken maar dat ik een uurtje of één of twee wil gaan spelen hoor. Dus wees niet bang. Wees niet bang dat ik zo ga stoppen. Ik heb trouwens nog meer Xbox games. Er zitten echt hele toffe bij. Ik koop heel veel Xbox games. Zo, dit is de... Dit is de grens. Kijk hoor. Dus dit sloop ik ook. Ja, op zich hoef ik niet te slapen. Op zich kan ik in de nacht door blijven werken. Het zou, maar mijn wood is ook bijna op. Mijn jungle wood planks. Helaas. Zo. Oh ja, nu al op. Nou, ik loop vanaf buiten. Loop ik even naar binnen zo. En in ons bed gaan we even een tukje doen. Zo. Slapen. Ziet er al leuk uit. Het is echt een kaal huisje. Het is echt, ja, zeg maar minimaal. En ja, dat moet nog slopen, want dit is normaal steen en dit is cobblestone. Het is echt heel raar hoe dat eruit ziet, want ik vind eigenlijk de cobblestone mooier uitzien dan steen. En het hoort eigenlijk andersom. Junglewood.
Zo, ik heb weer wat jungle wood voor de zij, voor de grond, zeg maar. Want hier moet ik dat ook gelijk doen. Dan doe ik dat ook meteen. Ja, mensen, als jullie last van hebben van die beesten, ik kan ze niet allemaal vermoorden. Ze zitten nou helemaal onder het huis. En dat doen we gewoon voor ladder en voor andere dingetjes. Zo. En ik denk dat dadelijk het zand ook al klaar is. Dus ik mag zo naar de oven en dan kan ik wat glas plaatsen. En ik denk dat we best wel een groot raam kunnen maken daar. Dat denk ik, dat weet ik al bijna zeker. La 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 la. Zo, ik plaats hier weer een rij. En dan kan ik dit ook vullen met een rij. Huppakee. En ja, een leuk groot glas hier. Het kan denk ik nog wel één verder. Het komt wel mooi overeen, denk ik. Even kijken hoor. Hoe gaan we dit doen? Ik weet wel iets anders. En dat ziet er denk ik nogal vetter uit. Maar daar heb ik eigenlijk cobblestone voor nodig. En die heb ik toevallig. Toevallig, het is toch wat. Hier zo vul ik het dicht. Dan gaat dit trappetje gaat eigenlijk ook stiekem weg. Zo, dan hebben we een soort balkonnetje. En daar komt het glas op. En dan loopt deze... Oh, dan loopt dit wel door. Dat is misschien nog leuker. Is dat hetzelfde? Ja, dat is voor mij hetzelfde, ja. Kijk, dat ziet er leuk uit als we die streep doortrekken. Zo, dat gaat helemaal door tot daar. Ik weet niet tot hoe ver we het huis laten doorgaan, maar... Ik denk tot hier, gok ik. Dus dan zouden we tot hier de streep moeten. En dan zouden we hier dus een bocht moeten maken. En... Plop, plop. Kabaterplop. En zouden we dat kunnen opvullen met eventueel... Ja, dit moet ook weg hoor, dit rare trappetje. Dat heb ik toen neergezet. Omdat ik toen naar boven wou, een makkelijke route. Maar ja, je bent aan het vernieuwen, hè. Dan sloop je dingen. Maar je dan later niet echt spijt van hebben. En denk van, ja, dat ziet er niet uit. Kijk, dit is wel leuk, die bloemetjes eronder, hè. Dat maakt wel een beetje een balkonnetje, dit. En, dat vind ik leuk, want dan komt mijn nichtje weer in de game. En dan verras ik haar weer met wat ik heb gebouwd. En, ja, ik host de game, dus het is wel een nadeel. Want zij moet elke keer wachten tot ik, zeg maar, weer in game ben. Kijk, zie je? Dit is steen en dat is cobblestone. Maar ik vind de steen echt... Dat lijkt net op cobblestone. Dat is zo raar. Dus ik sloop dit even. Doe even met de houten. Uitkijken voor de bloemetjes. En dan plaats ik gewoon maar cobblestone terug. Ja, dat ziet er echt mooier uit. Ik weet ook niet. Zo. Hier plaats ik ook allemaal. Ik heb genoeg cobblestone. Ik heb echt... En het lijkt me leuk als we... Ja, dit is natuurlijk een klein plankie. Daar komt bovenop kom ook weer. Oh, kom ik daar nou? Dat is het nadeel. Hè? Je kan niet vliegen. Je moet alles opstapelen op elkaar. Zoiets als dit. Kijk, en dan zou je dus met de schep moeten pakken. De schep is weer weg. Oh, die besturing, jongens. Het went wel, hoor. Het went echt wel. Zo. Sloop ik even dirt. Ik moet eigenlijk... Weet je wat nog beter is? Ik denk als ik... Even kijken. Moment. Oh, verkeerd. Die mag weg. Kijk, als ik nou even hier naartoe ga. Oh. Ja. En ik ga gewoon even naar boven toe. En ik ga dan vanaf bovenaf naar beneden werken. Dat is nog beter, denk ik. Dan kan ik eigenlijk die kool ook weghalen hier. Kolly. Ik krijg ook weer XP voor natuurlijk, hè. Zo, kijk, zo'n kool. Ongelooflijk. De kool gaat helemaal door. Ja, er zit altijd wel veel kool, hoor. Als ik mijn. En er is kool, dan is er ook echt heel veel kool. Het loopt ook helemaal door naar achter, zie je dat? Oh, daar stopt het nou. Oh, daar gaat het nog door naar achter. Zo. En dan hier nog een paar stuk of drie. Nou, lekker toch, die kool. Huppakee. Hebben we altijd nodig voor die ovens? Je kan maar beter wat hebben dan niks. Dan moet ik even het lelijke trapje slopen. Ik heb mooiere trapjes gemaakt, denk ik. Kijk. En dan moeten we even kijken dat ik... via een goede manier dit weg gaan halen. En ik denk dat dit nog best wel veel werk is. Want er zit echt heel veel dirt op ons huisje. Het ziet er echt niet uit. Maar het komt ervan. Als je ja, natuurlijk je huis op een berg gaat bouwen. Dan vraag je ook om stront. Maar ja, dan heb je wel, dan zit je wel veilig, weet je wel. Coddy Poddy is online. 14 mensen kijken de livestream. Welkom mensen, voor de mensen die nieuw zijn.
Ik ga geen Ender Dragon verslaan, Koen. Ik ben echt een noob daarin. Koen vraagt van, als je nichtje komt, ga je dan de Ender Dragon verslaan? Maar ik heb dat nog nooit gedaan. En ik weet dat, dat je dan naar die end moet of zo. En dat je dan dat het beest vliegt met allemaal eieren of zo. Of iets. Ik weet niet, je moet op een nest schieten. Of op van die palen moet je schieten of zo. En dan ontploft het, geloof ik. Of dan vliegt het in de fik. Een van die twee. Ik weet het niet eens. En dan... volgens mij gaat hij op die manier wel zachtjes dood. Maar voor de rest heb ik geen verstand van dat Ender Dragon en zo. Ik weet dat het wel de basis is in Minecraft, maar that's all, weet je wel. Zo'n fanatiek speler ben ik dan ook weer niet. Kijk, de basis weet ik wel een beetje, weet je wel. En ik ben veel meer van het creatief bouwen dan van het, echt van het survivor. Maar toch, ja, dit vind ik toch wel fijn om te doen. Omdat het toch wel anders is dan creative weer. En dat maakt het wel leuk. Zo, nou, ik heb hier wel wat dirt gesloopt. En ik denk dat het nu vanaf de voorkant wat beter uitziet. Ik laat het meteen zien jullie. Kijk, dit ziet er ook nog niet uit met die stone bricks. Dat moet ik ook nog even fixen. Ik pak trouwens daar een voor het worteltjes. Kijk. Nou, dat ziet er al best wel beter uit. Het is nog niet echt mooi natuurlijk. Maar dat komt wel. Ik maak er wel een hele mooie leuke vorm in. Ja. Het is lastig om zoiets te maken. Want ja, het is natuurlijk om een berg, hè. Zoals ik al zei. Ik ga even wat worteltjes pakken. Zo. Ik ga gelijk wat eten ook. Zo. En we plaatsen weer. En ik ga gewoon even het veldje langs. Totdat ik er 64 heb. Er vallen ook een paar in het water. Zo. Heel veel pompoenen hebben we ook. Of meloentjes. Heel veel meloentjes. Ik denk dat ik... we hebben echt te veel meloenen. Ik denk dat ik nog wel eventjes... dit gaat vervangen voor wat anders. Ik kan het op zich wel slaan met dit. Ik weet niet hoe het snelst gaat. Ik denk niet met de eieren. Nee, valt mee. Ik denk dat we dit veranderen in... Oh, er groeit nou alweer een nieuwe, joh. Ongelooflijk. Ik vond dit gewoon even weer in wortel. Zo. Hoppakee. Zo. Ik ga nog even een rondje hier zo. En zo moet je dat een beetje bijhouden, hè. Maar we hebben wel voldoende, hoor, voor twee man. We hebben echt wel voldoende. Maar je kan beter te veel hebben, hè. Kijk, ik vind het ook nog lelijk. Ik ga het ook slopen. Ik vind het trappetje wel leuk. Het ziet er wel knus uit. Ook dat je onder zo'n poort heen gaat. Maar het moet nog even vernieuwd worden. Dus ik ga dat gewoon even voor mijn gemak nu maken. Een leuk... nieuwe ingang. Kijk, het trappetje is wel leuk op zich. Hè, dat ziet er wel leuk uit. Ik denk dat ik hier gewoon een wat grotere trap van maak. Dus wat steiler. En als we wat steiler maken, dan kan het wat mooier worden. Ik pak even mijn nieuwe iron pickaxe. Maar iron wil ik niet gebruiken. Vind ik zonde even. Eerst de stone brick moet op. Of de stone pickaxes. Jongens, die namen zijn kloten. Klote namen. Zo. Lekker mijnen, lekker graven, lekker graven, lekker mijnen. Ik mijn, jij mijn, wij mijnen. Jij mijnt, mijn, wij, mijn, mijn. En ik sloop ook al die mooie... Zo, en die mooie dingetjes gaan weg hier. Ik maak het gewoon even een stuk mooier. Ik moet natuurlijk mooie sters gaan maken hier. Ik vind dat wel leuk, dat je zo'n balkonnetje hebt. Hier mag het op zich wel laag blijven. Dus ik mijn dit gewoon uit. Zo. Dus ik ben zo erg creatief, hè. Ik ben zo erg creatief. Dat wil je niet weten. Wat hebben we nodig? Even kijken, hoor. Sters moeten we maken. Dus ik maak die van gewoon hout, denk ik ook, hoor. Ik pak gewoon hout. Zitten we, we hebben toch sters nog? Twee oakwood. Ja, dat is niet heel veel, hè. Zo. Dus wat we doen is eventjes kijken naar de sters. Die staan hier zo. En ik maak gewoon een paar. Ik denk dat dit wel genoeg is. We hebben er nu 50. We houden nog heel veel oakwood over. Zo. Het wordt weer donker. Ik ga snel een stukje doen. Wacht even. We hebben dat ook weer gehad.
You can sleep at night. Kijk naar buiten, het is donker. Kom op, kom op. Spammen. Kijk de spam. Oh, die hond, ga zitten. Op bed, goed zo. You can sleep at night. Het is donker, kom op. Zo, heel mijn chat staat vol. Nu kun je slapen? Yes. Met de hond bij ons. Altijd leuk om een hondje bij te hebben. Kijk eens. En we kunnen verder werken. We kunnen verder werken. Lekker werken aan ons werkstuk. Waarin wij laten zien hoe je moet werken in Minecraft. Zo. Moet ik hem... Ja, ik moet hem nog stijler maken. Hij gaat nog lang door. Kijk. Plop, plop. Kijk, dit ziet er al veel beter uit. Ons huis staat ook echt heel hoog hoor. Echt heel hoog. Zo, hij kan nog eentje lager. Waarom gooit die schop niet? Hij is nou al bijna kapot, hè? Jammer. We hebben best wel veel dirt weggehaald. Het gaat ook allemaal lager. Die moet ik sowieso allemaal uitgemijnen ook. Zo. Kijk, dat is voor een groot gedeelte al helemaal weg. En dat is mooi. Zo. Huppakee. Nou, dit is wel beter. Dit is duidelijker zo. Je kan gelijk naar je huis toe via de trap. Lekker snel. Die dirt kan ik wel hier mooi plaatsen, joh. Dat komt wel goed. Ik moet eerst even dit weghalen. Want dit is natuurlijk zonde om die slabs allemaal... Dit heeft me ook veel gekost. Niet om te bouwen, maar gewoon om het te maken en zo, hè. Alhoewel, we hebben wel genoeg cobblestone, hoor. Daar niet van. Maar en vooral die zijkantjes. Die muurtjes. Die vind ik sowieso stoommuurtjes. Of de stenen fences eigenlijk, hè. Die vind ik zonde om te laten staan. Die maakt het huis ook wel chic, hoor. En ik vind omdat we nou hout hebben gebruikt als stairs, dat het wel mooier eruit ziet als we dan ook een beetje steen erbij in mengen, weet je wel. Lekkere mengelmoes. Mengelmoes van kleuren en geuren. Ik zou echt wel de Oculus Rift willen, mensen. Jullie kennen de Oculus Rift. Dat is dat dingetje wat je op je giegel doet. En lijkt het net of je ergens in zit. Ja, ik vind het fantastisch. Dat is heel gaaf. Zo, ik hak hier wat zooi weg. En ik wil eigenlijk dit gewoon volmaken. Met dirt. En dat ook. Dus ik moet dat ook even gaan slopen. En hier mag ook allemaal dirt komen. Zo. En dit mag een rots worden. Van dirt. Dus dan mag dat zo een beetje gaan, denk ik zo. Zo. Ziet er wel leuk uit als het echt een grot is. Beetje realistisch zo. Zie je het? Nou, we hebben een beetje een... Dat even weghalen, dit steentje nog. En daar is mijn nichtje. En ik denk dat mijn nichtje gewoon in game komt. Maar... Dan moeten we even kijken hoe dat is met Xbox praten. Want jullie horen haar dan gewoon niet, want ik hoor haar dan via de microfoon. En misschien ziet Kaylee, weet Kaylee wel dat ik aan het livestreamen ben? Misschien niet. Ik heb het niet aangekondigd officieel. Daarom zitten er ook heel weinig mensen hier te kijken. Hij gaat autosaving doen, dat doet hij om de zoveel keren. Ik zal gewoon alleen naar game inviten dan. La 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 la. Ik zal er even inviten. Kaylee. En dus trouwens Gio, die zit op de Xbox One. En Robin, vriend van mij, speelt Disneyland Adventures. Potverdorie. Invite to game. Ik vind het mooi. Ik vind het zeker mooi. Even kijken, wat hebben we allemaal voor... We hebben cobblestone wall is het eigenlijk, ja. Even kijken, kunnen we hier wat plaatsen hier. Dat het een beetje mooier uitziet. Mijn nichtje stuurt een berichtje. Ik kijk heel veel wat mijn nichtje stuurt. Sorry, er ging iets heel fout. Oké, nou dan gaan we even kijken of we nog een keer kunnen inviten. Ook op Xbox kan het een keer misgaan. Zo, dit vind ik mooi zo. Vind je niet? Dus het ziet er beter uit al. Dan plaats ik ze hier ook. Die twee... Even kijken, kan het? Ja. Hallo. Dan plaats ik hier nog twee. Ik ben aan het livestreamen, Kaylee. Hallo. Hoor je mij? Oh, wacht. Ze hoort mij natuurlijk niet. Hallo. Hoor je mij?
Ik ben aan het livestreamen. Je bent live. Dit is mijn nichtje. Hallo. Even kijken hoor. Hier plaats ik nog een keer van die cobblestone dingetjes. Zo. En hier doe ik er nog eentje. Zo, dat ziet er wat mooier uit. En hier wil ik er ook nog twee gaan doen zo. En dan plaats ik allemaal van die torches op. Ziet er wat beter uit zo. Oh, die is ernaast. Zo. Hier nog eentje. Zo. Nou, dit ziet er al beter uit. Dan kan ik die dirt nog gebruiken voor deze mooie... Voor die berg die ik aan het maken was een beetje. Zo. Beetje afwerking zo. Kijk, dat ziet er al beter uit dit. Nou, dan ga ik even kijken. Oh, er zit een creeper in het huis. Oh jee. Die gaan we even bestrijden met ons iron sword. Kom maar, creeper. Hij loopt het balkon op. Wat ik net zo mooi heb gemaakt in het begin van de livestream. Die! Nee, niet dat, nee! Nee! Nou, hij heeft niet veel schade gemaakt. Het valt mee. Ik ga meteen repareren. Er is nog wel een fansekje. Oh, heb jij die? Heb jij fans, hekje? Zo, en ik ga dit nog even uitspitten hier zo. Hier komt natuurlijk ook die jungle vloer. Ik mag dit ook weghalen, die deur. Daar gaan we ook niet meer omhoog. Zo. En dan... Oh, kijk hoor. Dan moet ik even snel het glas ophalen, want dat zal nu inmiddels al klaar zijn. We hebben al zo lang lopen wachten. Kijk, hier is het glas. Huppakee, ik pak het eruit. En dan hebben we hier nog een glas, nog meer. Huppakee. Kun je nog meer in de oven doen? Ik denk het niet, want ik vind het zonde om steen te maken. Want steen zag er natuurlijk helemaal minder uit natuurlijk. Nou, ik moet nog even een hekje gaan zoeken. Want er is nog een hekje kapot boven. Hier staan nog 23 hekjes, mooi zo. We hebben genoeg hekjes. Oh, ze hebben hem al geplaatst, kijk. En dit maken we hier zo. Ja, we moeten gaan slapen, zeggen ze, inderdaad. Ik ga in bed. Ja, Kelly die had last van de honden, want die gromde elke keer naar haar. Dus ik ben benieuwd of ze erop gaat zitten. Oh. Het lukt, ja, het lukt. Oké. Okay. We liggen in bed. En de volgende dag. Ik ga gelijk weer aan het werk. Dat horen mannen te doen, hè. Mannen horen gelijk aan het werk. Hallo, Psy Kevin. Ja. Sta je heel slecht. Kan jij farmen, Kelly? Er is heel veel gegroeid. Nou, Kelly gaat gelijk vrouwen dingen doen. We hebben beloofd aan elkaar. Kelly zou heel erg gaan koken en alles en in de gaten houden. En ik zou een beetje helpen met kleding maken en iron en zo zoeken. Zulke dingetjes, weet je wel. Dat is wel netjes verdeeld, toch? Zo hoor je dat te doen. Dat vind ik leuk aan Minecraft. Je moet overleven met elkaar, hè. Dat is echt fantastisch. Maar ja, als je een village hebt gevonden, zoals Kelly hebt gedaan. En dan zoek je dus worteltjes. Dan ben je eigenlijk gewoon klaar. Als je één worteltje hebt, dan ben je gewoon klaar. Dan, je verdubbelt het, dat verdubbel je. En dan blijf het doorgaan met verdubbelen. En dan... Ja, dan heb je eigenlijk gewoon voorraad voor altijd. Dat is gewoon het voordeel aan Minecraft. Even kijken, hier kom ik allemaal cobblestone, dat klopt. Maar hier wou ik ook een raampje maken. Dus wat ik doe is... ik pak het glas. En we hebben maar 14 glas, het is niet zoveel hoor. Nou ja, daar kunnen we wel iets ervan maken, denk ik. Het is ook best wel mooi glas. Komt door de texture pack. Altijd de schuld geven aan de texture pack. En dan komt het helemaal goed. Oké, hier moet ik nog wat oakwood pakken. Nou, gelukkig hebben we heel veel. We hebben best wel veel, ja. Voor 3 glas hebben we nog plaats. 1, 2, 3. Dus dan zou je dat eigenlijk tot daar moet je dat eigenlijk maken. Oké, kom voor de bakker. Moeten we dit nog een beetje uitmijnen. En even kijken, dan moet een jungle vloertje in. Gedoe, hè?
Ik snap als jullie zeggen dat op de PC makkelijker is, de bediening. Ik geloof het ook. Ik kan er ook niet... Ja, dat is ook gewoon een feit. Dat de besturing handiger is op de PC. Maar toch heeft de Xbox wel zijn leuke dingetjes. Dat moet je eerlijk zeggen. Ja, die meloenen, ik weet niet. Maar het zijn zulke vervelende vruchten. Want je krijgt echt te weinig uit. Het is echt, als je meloen eet... Ik doe dit trouwens ook helemaal verkeerd. Hè. Ik heb een hakbel. Ik snap niet waarom ik nou die hakbel niet gebruik. Nee, maar als je... Meloen heet, komt er echt zo weinig bij. En dat vergeleken met bijvoorbeeld de wortels, is het echt ongelooflijk verschil. En dat is wel zo. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo, jongens. Oh. Ja, jongens, dat is het bestuur van Xbox. Het kan wel eens misgaan dat ik iets verkeerd plaats. De PC heb ik dat ook wel eens, natuurlijk. Het is niet alleen mijn Xbox. Ik mag Xbox niet elke keer de schuld geven, toch? Nou, dit kunnen we allemaal openmaken op zich. Het is wel heel veel mijnen. Maar dan maakt het wel gaaf als we hier een balkonnetje maken. Dat je een deur hebt. Dat je hier eventjes op het balkonnetje kan lopen. Dat is misschien wel hartstikke leuk. En dan maak ik die ook gelijk van cobblestone. Ik heb toch nog een scheppie? Ja, ik had nog een scheppie, zie je het? Mooi zo. Wie wat bewaard heeft wat. Zo. La 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 la. Dit is een texture pack, ja. Dit is een hele speciale texture pack. Die kon je kopen op de Xbox. Je moet alles kopen ook. Alles wat je wil. Skins, texture packs, speciale mappen. Alles moet je kopen. Dat is natuurlijk Minecraft. Ja, die vraagt heel veel overal geld voor. Maar een PC-versie is daar het voordeel van. Je betaalt eenmalig 20 euro. En je kan zoveel mogelijk skins downloaden die je maar wil. Je kan zoveel mogelijk resource pack downloaden die je maar wil. Het kost niks. En dat is het voordeel aan de Xbox versie. Of aan de PC versie. Zo. En hier maken we gewoon een balkonnetje. En dat loopt zo. Nog, voor mij nog twee blokjes? Ja, hier zo. Nou, leuk toch? En het is leuk als we dat aan de zijkant van het huis doen. En het leek me nog leuk als we hier dat tegelijk afschermen met fences. Of... stone. Dat is even een keuze. Ik denk dat we het met stone maken. Zo. Gewoon een klein leuk balkonnetje. Kan geen kwaad. Ziet er hartstikke leuk uit. Oeh. Oh, hallo meneer. Hallo meneer skeletten. Zal ik u even... Wacht maar. Tactiek jongens, tactiek. Zo, huppakee. Die is dood. Die kwam uit die grot daarboven. Kijk, er zit nog een grot. Daarom onze hele huis dat eigenlijk moet eigenlijk afgeschermd worden tegen die beesten. Zo. Ja, het is echt veel werk, hè. Mensen denken van, Vince, waarom heb je het ooit aan begonnen? In een grot. Ja, het was echt de eerste instelling. Want ja, het was al... Oh! Ik sloop gelijk een verkeerde ding. Nee, het was zo van, ja. Je moet toch je dingetje vinden. Hier doen we twee deurs. Zo, doen we hierin. En... even kijken, ik moet eigenlijk meer glas maken. Dus ik moet eigenlijk wat meer naar zand gaan zoeken. En waar vinden we zand? Ja, je hoeft niet te zeggen waar we zand vinden, want dat weet ik al. Maar ik weet ook niet of we glas hebben, want we hebben echt weinig zand. Ik denk dat ik even moet gaan graven naar zand. Hallo. Oh, super. Oh, cool. Ja, meloenen groeien zo snel. Zo. Een beetje aan de kust, hè? De zand aan de kust. En nou hebben we zeker al bijna genoeg voor wat glas te maken. En dan kunnen we mooie raampjes maken. We hebben wel wat nodig. Het wordt trouwens donker. Zo. Nou, we hebben zeker wel genoeg zand bijna. Gelukkig staat het wel genoeg in de map. Gelukkig is het in de map. Laten we het daarop houden. Ja, mijn nichtje is een schat. Ik heb ook eigenlijk door mijn nichtje eigenlijk Minecraft gekocht op de Xbox.
Ik heb de demo ook gespeeld, dat was wel grappig. Ik had de tutorial gevolgd en toen ik het spel opstartte, toen kwamen eigenlijk echt alleen maar achievements vrijgespeeld, omdat ik waarschijnlijk in die tutorial al heel veel had gedaan. Zo. Maxi Boy, dankjewel voor je compliment. Leuk om te horen. Oké, ik denk niet dat Kaylee naast me komt liggen, anders waren we al gaan slapen. Nee, gaat het nu gebeuren? Ja, gaat het gebeuren? Ja, het wordt dag. Mooi zo. Ik ga snel wat eten. En ik ga eens even kijken, want ik kan gelijk wat gaan koken hier. Dit zijn mijn oventjes. Zand. Oh, ik heb genoeg zand. En hier is weer glas. Plaats hier wat zand zo. Huppakee. En hier plaats ik dan wat deurtjes. Zo. Even kijken, deurtjes. Zo, wooden deurs. Twee deuren. Ik moet eigenlijk ook een plate hebben. Dus ik ga eens even kijken waar kunnen we plates maken. Want ik heb nog nooit eerder een plate gemaakt in deze game. Dus ik weet niet precies in welk icoontje dat staat. Even kijken hoor. Plate. Ik weet niet waar een plate is. Oh hier, kijk. Nee, dit is carpet. Hij leek wel op plate. Misschien moet ik bij het hout kijken. Het is natuurlijk houten plate. Ook niet. Oh, is dit het? Nee, trapdoors. Nou, ik zou het niet weten waar dat zou moeten staan eigenlijk. Dat is wel een nadeel van Minecraft. Oh, hier zie ik. Mechanisms. Oh, oké, mechanisms. Maak er twee. Zo. En zo. Nou, hebben we genoeg glas voor de komende tijd. Zo. Ga je dit ook op YouTube zetten? Ja, zeker weten. Het komt zeker op YouTube. Gaan we even het suikerriet oogsten? Door suiker te zoeken, even kijken hier zo. En dan wordt het gewoon allemaal gemaakt. Nou, het suiker donder ik meestal hier in de chest. Hoppakee. En zo doen wij dat. Botten doe ik bij mobdrops. Ik ga gelijk even alles langs. Mobdrops hier. Botten en arrows. En even kijken, zaadjes gaan in de. Deze kist. Zo. En bloemetjes doe ik meestal ook hier. Hier gaat ook het eten in. De meloentjes. Zo. Vind ik het onbelangrijk, sorry, die meloenen. Die doen toch niet zoveel. Die helpen niet zoveel, joh, die bloemetjes. Ja, oh, hier bloemetjes. Nou, daar hebben we ook al wat van. Voor versieren voor het huis. Kijk, we hebben heel veel dirt. Even kijken hoor. Dirt zo. Zo, dat gaat erin. En wood hebben we ook nog over. Ik heb best wel wat wood nodig. We hebben best wel wat cobblestone nodig, denk ik. Maar daar heb ik nog wel wat van. Zo. Nou, dit ziet er ook beter uit. Zo, het is wel leuk dat je ook die soort van grot hebt hier. Maar dit moeten we nog allemaal dichtgooien. Dus dit moet eigenlijk uitgemijnd worden eerst. Zo. Het saaiste werk hoor, het mijnen. Niks aan. Ja, balkonnetje waar je overheen kan kijken. En even kijken hoor. Kelly maakt er gelijk een...
Een trappetje. Misschien handig als het met dirt wordt gedaan. Kunnen we namelijk dit eventjes dichtgooien, dit gat. Want het ziet er niet uit. En het eindigt zeg maar ook nergens op. Dus ik denk dat we dit wel dicht kunnen gooien. Maar dat ziet er ook weer heel raar uit. Dus wat ik ga doen is misschien op deze manier het een beetje dichtgooien. Dat je een beetje een grot idee hebt. Dat is best wel slim, toch? Zo. Ja, hè? Diep in de zee. Diep in de zee. Zo. Kijk nu, en dadelijk wordt dat realistisch. Als ik daar naar beneden val, dan wordt het minder. Maar dan sluiten we dit mooi aan in die grot hier. En dan maak ik heel die grot gewoon dicht. En dan zal het zo aan de buitenkant zal het er mooier uitzien. Zo, helemaal dicht. Huppakee. Alles dicht, huppakee. Maar hoe kom ik nou terug? Dat is een beetje het nadeel. Even kijken. Kan ik nog ergens inkomen? Nou, moet ze het niet kapot maken, want dan is het zonde natuurlijk. Kom ik nou weer terug, jongens? Kom ik nou weer het huis in? Ik hoop het wel. Kom ik nog het huis binnen? Oh, die shit, zit ik daar vast? Oh, kippetjes! Nee! Blijf daar, blijf daar! Nee! Vederelsje, vederelsje, blijf daar. Goed zo. Ik moet naar boven toe. Ik zat helemaal verkeerd. Stom zeg. Zo. Dit is ons kippenhokkie. Nou, je begroet je best wel met de eieren. Nee, blijf daar. Oké, jammer dan. En de koeien die moeten ook een beetje gaan slachten, want dan kunnen we een ladder vangen. Zo, huppakee. En die ook weg. Huppakee. Allemaal weg. Zo. Toch te veel beesten. Zo, het glas is gemaakt. Bijna allemaal. Zo, we hebben 10 eieren. Die gooi ik hier ook gelijk in. Huppakee. Ladder hebben we ook vlees. Dat zou ik ook gelijk even moeten braden eigenlijk. Varkensvlees of het is koeienvlees volgens mij. En iemand wil gelijk een party. Nee, ga maar weg. Of een party. Sorry. Nou, dit halen we eruit. En dan haal ik kippie doe ik erin. Zo. Mopdrops kunnen bij veren doen. Hier is de mopdrops. Zo. En ladder kunnen we weer gebruiken voor item frames. Maar die gooi ik dan even in. Belangrijk. Ik vind ladder toch wel altijd belangrijk. Zo. Nou, dat is ook weer geordend. Even kijken hoe die grot eruit ziet. Want ik heb volgens mij slabs waardoor ik het nog realistischer kan maken namelijk. Zo. Een paar van die mooie torches neerzetten. Kijk, dit ziet er allemaal mooier uit. Hier maken we ook cobblestone van. Zo. Huppakee. Maak hier ook nog een stukje grot van zo. Huppakee. Ziet er ook wel leuk uit. Zo, en dan maak je wat slabs hier aan. Realistische god. Oh, autosave.
Zo. Wachten. Zo. En het is gesaved, kijk. Hier plaats ik ook van die stone dingetjes. Ziet er leuk uit, zo. Het grotje ziet er wel aardig uit, zo. Het is wel gezellig. Hier kunnen we bankjes dadelijk plaatsen. Van Sters, toevallig heb ik die ook. Zo. Plaats ik dan hier, een paar bankjes. Zo. En ik plaats die hier ook, met daarachter nog een beetje cobblestone, zo. Kijk wat we allemaal hebben hoor, of we flowerpots hebben, want volgens mij hebben we dat niet echt. Hebben we flowerpots? Nee, we hebben dat niet echt. Saplings wel. Misschien even kelen ze in de dingetjes. Flowerpots. Anders moeten we ze even gaan maken. Nee, geen flowerpots. Ik zie geen, nee, ik zie ze niet. Gaan we even kijken hoe we flowerpots maken. Hier zo. Met baksteen. En hoe krijg je baksteen dan weer? Voel ik me noob. Nee hoor. Maar je hebt wat nodig. Je hebt iets nodig voor bakstenen. Zit hier baksteen tussen? Nee. Oh, wat vervelend. Ben je bezig, Kelly, met die deuren. Even kijken hoor. Ze heeft genoeg bakstenen. Ik ga gewoon even jatten. Flowerpots. Kijk, we maken gewoon 3 flowerpots. En de rest gooien we even in een belangrijke chest. En dan pak ik even een mooi plantje. Heb ik nou de flowerpots nog? Ja. En ik pak dan de paddenstoel. Die vind ik, die heb ik speciaal gepakt. Oh nee, die zit daar niet in. Oh ja, hier paddenstoeltje. Ik pak 1 paddenstoeltje. En ik pak een plantje. Een oakzeppelin, 2 stuks. En dan doe ik sowieso die oakzeppelin doe ik dan in de hoek van de kamer. Oh, dat oogt wat. Dat oogt zeker wat. Kijk, let op hè. 3, 2... 1. Plop. Kijk. Nou, dat is altijd schön, toch? Een plantje erin. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het mooi. Het zou mooi zijn als we nog meer van dat wol hebben. Volgens mij zit dat wel ergens in een van die chesten. Ja, hier. Kijk eens. Grey wol. Daar kunnen we mooi die zooi van maken. Dirt. Kijk, daar plaats ik hier. Chest. Doen we hier ook een plantje. Zo. Hartstikke leuk. En hier in de hoek doe ik dat ook. Zo. Doen we een flowerpot. En dan pak ik natuurlijk die paddenstoel die ik er speciaal voor had gepakt. Zo. Huppakee. Supermooi. Kijk, dit trappetje. Ja, dit loopt helemaal naar boven toe. Is ook wel handig trouwens. Maar het is leuker om dat nog mooier te maken eventueel. Nou, we hebben geen sters meer. Heb ik die nog hier? Nee, ook geen sters meer. En die ga ik droppen daarin. Huppakee. We hebben nog meer. Hondjes luisteren naar mij. Dat is leuk, hè? Het is altijd schattig, die beesten. Zo, en ik gooi even de koek erin, wat ik heb gebakken. En dirt hebben we nog over, een cobblestone heel veel, een gravel hebben we ook nog over. En hier beneden kan je ook daar naartoe. Dat is een, daar ga je zeg maar de kelder in, daar hebben we een hele mijn. Ook wel heel gaaf trouwens. En Gio is er ook even aan het loeren wat ik aan het doen ben. Kijk, oh, hoe komt het eitje daar? Oh, er lopen hier beesten rond ook. Schattig. Kijk, dit is een glitch. Kijk, nee hoor, het is geen glitch. Nou, ik even kijken hoe het huis er nu uitziet vanaf ja, de bovenkant. Want ik wil dit nog wel met dirt een beetje dichtgooien nog. Kijk hoor, we hebben dirt. Dirt. Oh, daar. Tof zo. En het huis ziet er vanaf nu ziet het er zo uit. Ik laat het nog even zien. Hop.
Nou, dat is, want het raam is dat al een stuk verbeterd, vind ik. Hè, daar mag nog het raam iets verder gebouwd worden. Dat ga ik gelijk doen. Maar het ziet er wel iets beter uit dan met dat raampie. Oh. Zo, en zo, zo. Nou, heel goed, heel mooi. En hier plaats ik dan eventjes, dit vul ik wel even op zo. Deur eronder. En waarom sluiten we dit niet af met van die grote palen? Dus dan doe ik dit zo en hier en daar. En dan heb je een soort van paal waarop het rust. Ja, Kelly staat hier ook maar een beetje bij. Die bouwt niet zo vaak. Ze doet meer gewoon een beetje meehelpen met dingetjes en zo. Even kijken hoor. Hier zo. Kijk, dit slopen we. Kijk hoor. En dat loopt door naar daar. Dus dan krijgen we dit hier zo. We hebben hout nodig. Ook. Voor dat ding af te maken. Zo. Ik ga het even snel pakken nog. Ik ga daar een ander Xbox spel spelen. Dus dat is wel leuk. We gaan gewoon door met livestream. Want ik heb het alweer een beetje gezien met Minecraft. En ik wil daar een heel leuk spel aan jullie laten zien. En dat is, dat kan je gratis downloaden op Xbox Live. Dus heb je Xbox Live, dan is de aanrader. Dus dat wordt heel vet. Ik laat het zo zien jullie. Wees niet getreurd. Jullie krijgen het allemaal te zien. Even Kelly zo gedag zeggen en dan... Ik maak even dit af netjes. Want ik had beloofd aan Koen ook van... Ik zou in deze livestream rond het huis wat opknappen. Zo. Even kijken hoor. Pak even de hout. En dan maken we dit af hier. En dat spel wat ik ga spelen heet Blockbuster Theater of zo. Het is echt verschrikkelijk leuk. Oké, ik ga even Kelly zeggen dat ik wegga. Kelly, ik ga er vandoor. Nee, ze hoort mij niet zo goed. Ze hebben wat verbindingsproblemen, geloof ik. We hebben vaak dat ze er of uit wordt gesmeten, of uit de game, of ze hoort me niet zo goed.